Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Dit is de video waarin we gaan kijken hoe dat het zit voor de vrouwelijke energie in de maand augustus. Ik zou aanraden om ook zeker de mannelijke energie video te bekijken, want daar zijn er heel veel nieuwe inzichten naar boven gekomen. En ja, de mannelijke en vrouwelijke energie hangen nu eenmaal samen, zeker als je het ook wel bekeken voor de stukken in jezelf. En ik heb ook een aantal zaken gezegd over de vrouwelijke energie. Hoe dat de dynamiek en zo verder werkt. Dus afhankelijk van waar ik toe geleid word, geef ik meer informatie en leg ik meer dingen uit. Tijdens het vooraf schudden van dit deck, het Quantum Tarot deck, kwam er heel veel zaken, net zoals in de mannelijke reading, ook naar boven rond Union. Rond hergeboorte, maar ook rond het zijn en het volledige belichamen van die Empress-energie. Dus van die meesteres. De Empress is in mijn ogen eigenlijk de hoge priesteres, maar volledig geankerd en gerond in het fysieke. en we gaan eerst algemene kaarten van die grote. Die zijn altijd wat moeilijker om te schudden, maar we doen ons best. Mocht het zijn dat je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik het heel fijn vinden dat je dat doet. En ik ga ook uitleggen waarom. Voor mij is het gemakkelijker om mij te verbinden met mijn abonnees, als het ware. Omdat je dan gaat merken dat dan, het zomaar kan zijn dat er boodschappen specifiek ook voor jou in zitten. Waarom? Omdat dat is hoe dat mijn team en ik zelf werken. We verbinden ons met de energie van de mensen die zich op hun manier eigenlijk ook toewijden en verbinden met mij en mijn kanaal. Op deze manier is dat een koos, dus eigenlijk een samenwerking. Waarbij, dus je ziet de Ten of Pentacles, dus de vrouwelijke energie is echt bezig met haar leven vanuit die hogere energie volledig vorm te geven. Voilà, hier kijk nog eens. Strength, Two of Flames. Dus Strength is voor mij de Union Card. Two of Flames is ook Union Card. Eenheid van mannelijk en vrouwelijk energie. En hier nog eens, Teen of Crystals. Dus ja, als je het nog niet mag geloven, augustus belooft een hele goede maand te zijn, ook voor de vrouwelijke energie. Oké. Dat gezegd zijnde. Ah ja, door een like te geven op deze video, dan geef je aan dat je eigenlijk jezelf wel dit soort content apprecieert en waardeert. En vooral dat het jou ook vooruit helpt. Dus dat helpt mij dan om ook keuzes te maken in waarover ik nieuwe video's mag en moet maken. Dus zodat ik echt wel video's en content creëer die jullie als ondersteuning kunnen gebruiken in jullie bewustwording. Nu natuurlijk blijven dit collectieve readingen. Als je nood hebt aan een individuele reading of een individuele ondersteuning, dan kan je me altijd ook bereiken via mijn website of via een van de linkjes onderaan deze video. En dat gezegd zijnde, wat krijgen we hier onderaan? Echt waar. De 10 of bekers, de 10 van bekers. Dat is eigenlijk een volledige vervulling. Vervulling op elk vlak in je leven. En wat zitten we eronder? De sterrenkaart, de star. En dat is ook zo. Hoe meer je eigenlijk leert je sterrenafkomst, je ware afkomst, je essentie te omarmen en van daaruit leven vorm te geven, hoe meer dat je inderdaad gaat zien dat overvloed er is, dat geld stroomt, dat liefde stroomt, dat eigenlijk alles in je leven gewoon stroomt. En dat is hetgeen waar we allemaal naartoe aan het werken zijn. En hoe doen we dat? Door de spiegelingen die we krijgen in de verschillende relaties die we aangaan. Dat kan ook via dieren zijn. Maar dus op die manier worden we gevraagd om dieper aan onszelf te gaan werken. En wat krijgen we dan hier? Hier hebben we dan ons hogere zelf. Natuurlijk, we moeten het niet alleen doen. We worden begeleid door ons hogere zelf om meer en meer in onze groei te gaan stappen. Oh my god. En wat zien we? We krijgen hier Seeker of Challenges en Adept of Orbs. Als je de mannelijke energie gaat zien, ga je begrijpen waarom ik zeg, oh my god, want deze is ook daaruit gekomen. Dus net zoals voor de mannelijke en vrouwelijke energie, is het belangrijk om meer en meer meester te worden over de emoties, om van daaruit zich ook gemakkelijker te kunnen verbinden met elkaar. En dat vraagt om van de vrouwelijke energie, om eigenlijk te begrijpen van waar vandaan dat de mannelijke energie komt. De mannelijke energie is veel meer met logische structuur,
naar buiten treden, actie ondernemen en zo. Dus voor ons is het als vrouwelijke energie is het veel gemakkelijker om te verbinden met dat hogere zelf en te verbinden met die wijsheid en dat intuïtieve. Dus die hoge priesteres te zijn, zoals ik net ook gezegd heb. Maar het vraagt om het ook te gronden in de realiteit. En daarvoor heb jij eerst jezelf voor die mannelijke energie nodig. En dus daar zijn we dan nu nog eigenlijk meer en meer nog aan het leren van, oké, we hebben dat ene stuk, zeker als je nog niet die eenheid in jezelf gecreëerd hebt. Als dat er al is, dan in connectie naar jouw mannelijke energie. Omdat dat gaat helpen om te begrijpen van waar jouw mannelijke energie eigenlijk vandaan komt. Eens kijken welke schaduwen of onbewuste schaduwen dat de vrouwelijke energie in augustus mee aan de slag mag gaan. Ik heb er al twee, maar ik voel dat er nog één was. Voilà, daar zijn ze. Dan gaan we eerst deze. Dat is vibratie, nummertje 21-3. En het nemen van positieve actie in combinatie met kinderen. Maar die lag ondersteboven, dus moet ik die ook voor jullie ondersteboven leggen. Kinderen en lessen. En ik voel dat die voornamelijk gaat over lessen. En nog eens een 3, karma en domino-effecten. Nu ben je aan het luisteren wat we zeggen. Je hebt hier een 3, 4, 3. En die twee horen samen. Je ziet ook die spiegeling. Dat is 12, dus 21, dus 3. En ik ga eventjes kijken op wat ze aangeven op, van dat dek, wat dat 3 voor staat. Ja, de 3 hier en hier dus. Staat voor triangle, dus een driehoek op een of andere manier. Helderheid, concentratie en leren om de energie niet te verspreiden. En daar voel ik dat voornamelijk ook daarover gaat. Dus omdat dat even te maken heeft met die mind, met dat mentale, met dat 3D-stuk. Dus daar is de vrouwelijke energie, daar heeft de vrouwelijke energie die mannelijke energie voor nodig. En dus van daaruit, dat is hetgeen waar we nu nog meer moeten en mogen leren. In augustus, om niet meer te doen zoals we vroeger gedaan hebben, vanuit onze vervormde mannelijke energie, maar vanuit onze heelde. Dus onze vibratie hoog houden, onze energie hoog houden, de lessen blijven leren die op ons pad komen, ook al zien we nog niet onmiddellijk de manifestaties of de resultaten ervan, maar weten dat dat eigenlijk een positieve karma is dat je creëert door verder naar binnen te gaan, door verder actie te nemen, maar vanuit een positieve energie, vanuit een hoogtrillende energie, ga je kunnen vooruit te gaan, ga je kunnen. Weer een shift maken. En ga je eigenlijk jouw mannelijke energie behulpzaam zijn bij het neerzetten van de connectie in de 3D. Dus eigenlijk een stukje loslaten, maar tegelijkertijd positieve actie nemen wanneer je ertoe geleid wordt. En zelf de dingen doen die nodig zijn. Ondertussen zijn er. Kijken hoeveel dat we er al hebben. Die moet zo. En eerst deze. Hoe zien dat ik ze juist nog voor jullie neem? En dan hebben we nog eentje nodig om ons verhaal af te maken. Nog één kaart. Oké, dank u. En dat is de Eight of Swords. Die is er trouwens ook uitgekomen, ook in de mannelijke reading. Ik ga hem wel naar beneden schuiven. En voilà, dat jullie dat beter kunnen zien. En wat krijgen we aan de onderkant? De Vijf van Wands, maar omgekeerd. En de Liefdeskaart. Dus wat zien we eigenlijk, wat we hier gezien, is dat eigenlijk de vrouwelijke energie uitgeput en moe is van de lange reis, van al het werk dat ze gedaan had. En ze ziet eigenlijk nog niet van in de 3D, dus in de realiteit, in het fysieke, dat die eenheid met haar mannelijke energie er eigenlijk wel gaat komen. Dat ze inderdaad die stabiele relatie gaan hebben. Dat ze inderdaad die overvloed en een bedrijf samen, en missie samen, en kinderen samen, of whatever dan ook samen gaan hebben. Ze ziet het nog niet.
En ze wil eigenlijk de wereld. Ze wil de wereld met haar mannelijke energie delen. Maar ze ziet het nog niet. En hoe komt dat? Omdat eigenlijk die mannelijke energie nog niet de King of Pentacles. Dus die mannelijke energie heeft als taak die connectie in de 3D te brengen. En hij is nog zover niet. Maar ik zeg het, kijk zeker naar de mannelijke energie. Dan ga je ook begrijpen wat dat hij mee aan de slag is. Of wordt gevraagd om te doen in de maand augustus. En dan hebben we hier de zeven van de zwaarden. Die ligt in de gewone positie, dus niet omgekeerd. En ook hier is eigenlijk weer de aandacht gevraagd, maar of eigenlijk het punt van wat is hetgene wat dat nu jouw aandacht vraagt? Wat in je leven, en geloof me, het heeft niks te maken met je connectie, maar echt iets gewoon voor jezelf, vraagt nu jouw aandacht. Vraagt nu dat je eigenlijk je logische mind, zoals dat we hier gezien hebben, gaat gaan gebruiken om het gaan op te lossen. En wacht niet op je mannelijke energie om dat te gaan doen. Want geven en nemen is nog niet in balans. En dat kan ook nog niet in balans zijn, want er zitten diepe lessen in voor jezelf om te leren. En dat geeft eigenlijk een beetje die doodskaart. Waarom? Omdat we als vrouwelijke energie ook dat stuk afhankelijkheid van onze mannelijke energie moeten gaan loslaten, mogen gaan helen. Dat jij, wanneer dat jij in een connectie meer de vrouwelijke energie bent, dat je leert om je eigen mannelijke energie te gaan vertrouwen. En dat hij dan eigenlijk degene is die het vooruit gaat doen. De jouw ridder op het witte paard is, of whatever zij het ook wilt. Maar dat vraagt dus dat je gaat gaan vertrouwen op jouw eigen mannelijke energie. Om al die dingen te gaan creëren. En ik weet, dat is lastig. En dat zorgt er ook voor. Dat ons uitput. Zeker als we wat heel vaak moeten doen en we veel te vaak in die mannelijke energie zitten, maar vanuit de vervormde energie, dan raken we eigenlijk uitgeput. Dus het is belangrijk dat je voldoende rust neemt, dat je mediteert of naar buiten gaat, maar dat je tijd alleen hebt om naar binnen te kunnen keren. Dat voor jou heel duidelijk is waar dat je mag van weglopen. Wat is de situatie? Wat is het probleem, het obstakel die nu jouw meeste aandacht vraagt. En op welke manier kan je er dan van weglopen, dus emotioneel gezien, om tot een oplossing te komen. Om niet meer vast te zitten in je hoofd of te wachten op je mannelijke energie, maar om vanuit vertrouwen en vanuit je eigen energie eigenlijk iets nieuws te gaan creëren. En dus dat je eigenlijk, dat is van deze kaart, dat eigenlijk weer al jouw enthousiasme, je kracht en je focus en je zelfcontrole, dat je dat allemaal houdt en dat je dat allemaal gebruikt als een fuel, als een drijfveer om vooruit te gaan. Want dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk uit deze situatie kan komen. Uit de DD, het gevoel van dat je vastzit, dat je onderdrukt wordt. Hè. Maar dus, wat wordt er nog meer gevraagd in augustus? Om te focussen op jezelf als vrouwelijke energie. Om te kijken van wat is hetgeen dat nog niet stabiel is. Waar is eigenlijk nog iets nog niet in balans? Dat kan je financiële situatie zijn. Dat kan zijn dat je nog niet voldoende in je missie gestapt is. Dat kan zijn problemen met een ex-partner en kinderen. Iets met ouders, met zussen, met broers, met vrienden. Wat dat ook maar is. Met dieren zelfs. Kijk dat aan. Wacht niet op je mannelijke energie om daar al stappen in te nemen. Maar neemt al dingen. Maak dan keuzes voor jezelf. Want dan ga je zien dat die verbinding weer met jezelf, dat gaat je drijfveer zijn om vooruit te komen. En daardoor ga je het gevoel ook krijgen dat je effectief ook volledig ergens uit kan stappen. Zonder dat je eigenlijk die mannelijke energie van jou nodig hebt. En ik ga deze maand geen uitgebreide betaalde reading doen. Mocht het zijn dat je zelf zegt, ik heb nood aan een individuele reading, dan kan je die gerust via de website, mijn website, reserveren. Dus ik probeer zoveel mogelijk boodschappen en inzichten nu al mee te geven. Één keer. Ik voel dat er ook heel veel zorgen zijn. Door de onzekerheden die er zijn, waardoor dat de vrouwelijke energie in augustus extra aandacht moet besteden aan het gronden van haar eigen energie. Dus iedere keer je eigen energie gronden. Want terwijl ik bezig ben met deze reading, dan voel ik gewoon mijn energie omhoog gaan en echt uit mijn lichaam bijna gaan. Oh. Voilà. En nog één kaart. Welke
extra boodschappen kunnen we geven aan de vrouwelijke energie voor de maand augustus. Dus gronding is heel belangrijk. Dus je energie niet verspreiden, zoals je net gezien hebt. Dat is ook de reden waarom dat de kaarten er allemaal in één keer uitvallen. En dus niet één specifiek. Maar hou je focus op één. En zoals je hier kan zien, ga naar binnen. Ga naar binnen. Ga naar binnen. Ga naar binnen. En nog een keer ga naar binnen. Blijf naar binnen gaan. En dat gaat ervoor zorgen door naar binnen te gaan. Ik geloof dat die beide kaarten in combinatie ook eens gehad hebben in een van de tweelingvlammeredingen de laatste dagen. Maar door net naar binnen te gaan, ga je de weg vooruit zien. Ga je zien waar je zelf nog tegenhoudt. Ga je zien waar je zelf nog tekort doet eigenlijk. Waar je nog te veel wacht op je mannelijke energie. Waar dat er nog stukken afhankelijkheid zijn. En hoe meer je dat kan van wegstappen en dat los kan laten. En vertrouwen dat wat dat voorbestemd is op je pad gaat komen. Of wat dat nu persoon A is of B of C of Z, het maakt niet uit. Je wilt een diepe vervullende connectie. Niet dat het de ene of de andere persoon is. Dat maakt niet uit. Ik ging die kaarten weer terug wegleggen, maar ik voel dat ze allemaal willen getoond en gezien worden. En dus, wat kan je mee werken? De vlammen die je mee kan werken in de maand augustus als vrouwelijke energie is de groene vlam met aartsengel Raphaël. Om nog meer empathie te voelen, om nog meer vanuit onvoorwaardelijke liefde naar je mannelijke energie te kunnen gaan kijken. En naar jezelf en naar de connectie dus. En vanuit die energie kan gaan begrijpen. En dat gaat dan ook weer een nieuw begin creëren. Niet alleen in connectie, maar meer nog gewoon op de andere stukken waar je inderdaad nog problemen en obstakels ervaart. Daarvoor kan je aartsengel Chamuel vragen en de violet-roze-zilveren vlam. Is hetgeen wat ik hoor. En dan een andere, natuurlijk mijn aartsengel Metatron. Dus hoe meer dat je geankerd bent in die eenheid, dan hoe meer dat je verbonden bent met de diamantenenergie. En Metatron is de aartsengel die net eigenlijk onder de bron qua in de frequentie zit. En die ga je nog meer verbinden met de wijsheid. Wijsheid is vorige levens, wijsheid die opgeslagen zijn in de Akasha Records. Wijsheid die vanuit je sterrenfamilie komt en ook vanuit je connectie. Van de dingen dat je al weet van vroeger, dat je vroeger al ervaren hebt. Want eigenlijk tweelingvlammen zijn al ooit in eenheid gekomen met een tweelingvlam. Maar die doen het hier opnieuw. Waarom? Omdat het behulpzaam en nodig is voor het, de ascensie en de bewustwording van de aarde op zich. En dus eigenlijk het collectief. En wat is nog een extra belangrijke? Is intuïtie. Als vrouwelijke energie is het super belangrijk om je intuïtie te blijven volgen. En om daarop te vertrouwen. Loopt die soms wankel of twijfel soms? Roept een aartsengel Raziel aan om je daarin te helpen. En de vlam dat je hier... Oké, ik ging het zeggen, maar ik mocht het niet zeggen. Ik moet het tonen. De vlam en de kleuren die jou nu meeste opkomen of die in je hoofd komen, die mag je dan aanroepen. En die zijn de kleuren waar je nu op dit moment mee mag gaan werken. Ik ben eventjes aan het luisteren welke kaarten dat we nog, of dat er nog boodschappen zijn. Maar ik voel dat er nog iets is die wil doorkomen. De indigo kaarten. Wacht, dan moet ik even kijken waar ik die gelegd heb. Ah, hier. Die had ik dus nog niet klaargelegd. Onze indigo kaarten. Misschien. Ze voelen in ieder geval super licht aan. Oké, wat is de boodschap die we nog moeten meegeven? Hetgeen wat ik hoor is, laat een ander zijn en focus op jezelf. De ander ziet niet dat hij of zij jouw pijn doet. Oké, dus... Als je de boodschappen niet begrijpt die ik doorkrijg, dan is dat omdat dat voor iemand anders bedoeld is. Dus probeer niet in je leven in te squeezen, omdat dat het passen is. Maar gebruik ook je fysieke lichaam, of ondersteun vooral je fysieke lichaam, om de hogere energieën te gronden. Dat kan zijn door dansen, zoals dat deze dame doet. Maar dat kan even goed zijn door te gaan wandelen,
door gezonder te eten, door te luisteren naar je lichaam nodig hebt. Want soms hebben we gewoon ook meer grondend voedsel nodig, zoals wortels, aardappelen, zelfs frieten of wat dan ook. Dus dat kan allemaal. Het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Want kijk, want inderdaad, naarmate je energie hoger wordt, word je ook een stuk gevoeliger. En dan ga je bijvoorbeeld zien, wanneer je bijvoorbeeld je oorchakras ontwikkelt, dan ga je plots heel gevoelig zijn aan geluid. Dat heb ik zelf ook gemerkt. En anderen die bij mij samenwerken, merken dat ook keer voor keer. En dingen wat jij gaat horen, of die voor jou scherp of luid zijn, gaan daarom voor anderen niet luid zijn. Dus wees daar bewust van en respecteer en zorg ervoor ook goed voor je lichaam. Kijk en voel, luister wat je lichaam geeft als signaal. En doe dan de dingen, pas dan je leven aan, pas dan de dingen aan, zodanig dat het draagbaar en voldoende is. Weet ook als het te fel is, als het te hevig is, dan kan je ook vragen aan je team om het eventjes te verzachten of even je door het een en ander te transformeren, zodanig dat het, dat het geen last meer is voor jou. Hier, you already know. En ik was aan het luisteren of ik daar iets moet bij zeggen. En het enige wat ik moet bij zeggen is van dat je weet, hetgeen wat je eigenlijk diep vraagt of hier zoekt in deze reading, dat antwoord weet je al. En think about it. Vraag jezelf af van waaruit komt het voort. Komt het voort vanuit angst en controle of komt het voort vanuit liefde en vanuit vertrouwen? En dat zal dan jouw antwoord vooruitgeven. En wat hij ook doet, stuur liefde. Maak keuzes vanuit liefde, zowel voor jezelf, maar ook voor je tweelingvlam. En dat gaat ervoor zorgen dat heel veel paden gaat gaan openen. Ben nieuwsgierig naar wat ze hier vast heeft. Het lijken wel op stenen, maar. Oké, dus stuur liefde naar jezelf. Want de boodschap die ik krijg hiervan, dat is een soort van steenachtige voorwerpen. Twee dingen dat ik hoor. Eén, pas elke dag je grondingskoorden aan. Zeker in de maand augustus, door de verschillende planeetstanden worden we uitgedaagd en gepusht en geduwd. En het is belangrijk dat we onze lichaam, dus dat we goed zorgen voor ons lichaam, maar dat we onze energie goed gronden. En dat we dus in ons lichaam blijven en niet constant goed. Omhoog gaan en proberen uit ons lichaam te gaan. En stuur liefde in eerste instantie naar jezelf. Wanneer dat jij dat gaat gaan doen en dat toestaat voor jezelf, de dingen doen die dat jij doet voor jezelf, jezelf voeden op elk vlak, dan gaat je tweelingvlam dat eigenlijk ook leren beginnen doen voor zichzelf en dan in een later stadium ook naar jou toe. Wat ik ook hoor, is dat dat ook op seksueel vlak telt. Dus het is belangrijk om ook liefde te geven aan jezelf, ook op seksueel vlak. En ik weet, er zijn heel veel taboes nog gaande rond masturbatie, rond porno en al die dingen. Maar het is nu eenmaal een feit dat seksuele energie, dat is onze levenskracht, dat is onze manifestatiekracht. Dat maakt ons, dat is eigenlijk onze fuel, onze aanzetknop van onze magneet om dingen aan te trekken. En hoe meer je leert om daar op een positieve manier mee om te gaan, hoe gemakkelijker dat ook gaat zijn om vanuit jouw eigen energie dingen te gaan manifesteren, om boodschappen te ontvangen zelfs. Maar mocht je dat willen, vanaf augustus start ik voor de eerste keer met het traject Seksueel Alchemie, waarin dan we eigenlijk inderdaad aan de slag gaan en meer leren over op welke manier dat je jouw seksuele energie kan gaan gebruiken en hoe dat je lichaam eigenlijk ook dingen toont en vertelt. Bijvoorbeeld wanneer dat eigenlijk, hoe dat je eigenlijk aan de hand van je lichaam kan weten of dat een bepaald persoon of situatie of werk, of dat er eigenlijk iets voor jou is of niet. Maar je lichaam vertelt jou echt alles. Het is gewoon het feit dat we daar die angsten voor rond loslaten en leren om de signaal dat ons lichaam geeft, hè, om die op een goede manier te gaan gebruiken. En dan ga je het inderdaad gewoon allemaal weten. Ga je het niet allemaal moeten overdenken, maar ga je het gewoon voelen. Ga je voelen wat het weg vooruit is en wat je nodig hebt. Zo, en kijk, deze kaart roept mij. Make a wish. Ik zou zeggen, doe dat zeker vandaag nog. In de na-aansleep van de donkere maan. En begin augustus zijn er ook weer een aantal conjuncties met Jupiter en dergelijke. En dat gaat ons allemaal heel veel vrijheid brengen. Op elk vlak in ons leven.
Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie heel wat inzichten en informatie hebben mogen ontvangen. Geef mij een like als je deze content leuk vindt, dan blijf ik die video's maken. Wil je meer op de hoogte blijven en ook regelmatig boodschappen ontvangen via dergelijke reading voor jezelf? Dan raad ik je aan om te abonneren en want dan co-creëer je samen met mij deze content. En wil je echt aan de slag en in de diepte duiken van in je eigen proces, dan nodig ik je uit in een van de trajecten, hè, de groepstraject, individueel traject of eerder het business traject, het jaartraject. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn ook verschillende online trainingen die je volledig op je eigen tempo kan doen. Dus ik zou zeggen, ga als service naar de website, ga eens rondneuzen, kijk waar je toe aangetrokken wordt en zie waar je lichaam je toe leidt. En dat zal hetgene zijn dat jij nu op dit moment nodig hebt om weer vooruit te gaan in je eigen groei. En niet zomaar in je eigen groei, ook dichter naar onvoorwaardelijke liefde via je zielsconnectie. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fijne verder zaterdag en tot de volgende dag.